Surinaamse militairen en politieambtenaren van de Haiti-missie 1995 zijn vandaag gedecoreerd. Deze groep heeft in 1995 deelgenomen aan activiteiten van de Verenigde Naties in Haiti. Het doel van de missie was het handhaven van de veiligheid in dat land. Vice-president Ashwin Adin, die president Bouterse vertegenwoordigde, benadrukte dat de Surinaamse troepen hun taak op een voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd. Daarom is deze decoratie op zijn plaats, zegt hij. Het is een internationaal gebruik dat aan deelnemers van vredesoperaties een medaille voor inzet en waardering wordt toegekend. En in navolging daarvan bent u voorgedragen voor decoratie. Wij zijn ervan overtuigd van het feit dat onze landgenoten internationaal en nationaal een heldendaad hebben verricht. En dat zij daarvoor op gepaste wijze dienen te worden gewaardeerd. Vandaag wordt u gedecoreerd voor het op voorbeeldige wijze representeren van Suriname in het buitenland, CQ in Haiti en er hulpdiensten te verrichten bij wederopbouw van Haiti. Behalve de troepen van de Haiti-missie zijn ook leden van de politieondersteuningsgroep POG gedecoreerd. De POG fungeerde van 1989 tot en met 2000 als mobiele eenheid en bestond uit militairen, politieagenten, brandweerlieden en personeel van de BBS-bewakingsdienst. De voornaamste taak was het opsporen en aanhouden van zware criminelen en vuurwapengevaarlijke verdachten. Ulrich Coats, ex-lid van de POG, is zeer ingenomen met de decoratie. Ja, deze dag is zeer speciaal voor ons, omdat dus met deze ceremonie er blijk is gegeven aan een stukje erkenning en waardering voor de inspanningen die we jaren terug hebben gepleegd. Dat was Ulrich Coats, voormalig lid van de politieondersteuningsgroep. Hij is vandaag samen met andere leden van dit team gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond plaats in de congreshal.